De hervorming van de economie gaat zeker door. Ook de veelbesproken samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds. Er worden nog steeds gesprekken gevoerd en die zijn niet makkelijk. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren te Kommerwijnen bij de ingebruikname van een waterproductiecentrale. En inmiddels is bekend geworden dat IMF beslist heeft dat Suriname op 22 december, dat is over enkele dagen, op 22 december op agenda komt om het programma van Suriname te bespreken. Santokhi zegt dat het traject van IMF zeker op programma komt om de economie te redden. Had China eerder toegezegd te helpen met de ondersteuning van het hervormingsprogramma van de economie. En nu heeft ook India groen licht gegeven. Na het IMF komt er ook een samenwerking met de Inter-American Development Bank en de Wereldbank. We hebben dag en nacht onderhandeld met alle schuldeisers, met de Paris Club, met de Verenigde Staten van Amerika. Met alle landen, vrijwel alle landen die in de boord zitten van IMF. En recentelijk nog heb ik persoonlijk in Glasgow met de directeur van IMF gesproken. En daar hebben we elkaar de commitment gegeven dat Suriname gaat samenwerken met IMF. En recentelijk heb ik gesproken met bureau Lazard in Dubai, waar in ieder geval het traject bekeken is naar schuldherstikking. De president zegt dat alle weerstanden zijn weggemaakt met de recente ontwikkelingen. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken heeft gisteren het schrijven van India ontvangen over de toezegging om de economie weer op gang te brengen. Santokhi zegt dat vanaf januari 2022 nieuwe projecten zullen worden uitgevoerd om het land verder te ontwikkelen.